Zo'n 300 leerlingen van Comenius Esdoorn rinnen jou het mee in de optocht naar dit huis. Het jouwt Dennis mij hoop dat het alle jaren goed komen zal, om er geen toekomst te in China. Omdat ik geen Chinees spreek, schrijf, helemaal niks niet. En ik weet ook niet helemaal niet hoe dat werkt en zo. In Nederland heb je veel meer mogelijkheden in je toekomst, zeg maar. Daarom zijn mijn ouders hier naartoe gekomen. Bij het stadhuis bieden de leerlingen een groot spandoek met handtekens om een burgemeester kronen. De burgemeester en directeur Henk Wesseling van de Squallen haal verskate keer niet spierwest van Dennis. Maar dat had tot nood aan niet het helpen. Ik hoop dat dit helpt om toch weer een gaatje te vinden. En ik heb begrepen dat jullie daar ook met z'n allen een handtekeningenactie voor gaan hebben gevoerd. Ja. En mij dat nu gaan aanbieden. En ik zal dit opsturen naar de staatssecretaris. We hebben natuurlijk al veel gedaan, er zijn veel rechtszaken geweest. Ik heb zelf brieven gestuurd en contact met de staatssecretaris gehad. Maar hij zegt, ja, ik heb geen ruimte, de wet is de wet. Ik hoop dat dit helpt, dat hij toch nog een klein gaatje in zijn bevoegdheid vindt. Om te zeggen dat Dennis toch mag blijven, studie afmaken in ieder geval. Maar misschien dat hij wel echt mag blijven. Hij hoort gewoon bij ons en hij woont hier al heel lang in Nederland. En dan kan je hem gewoon niet terugsturen naar een land waar hij gewoon heel weinig van af weet. Ik weet gewoon dat de procedures binnen. En zes kronen, ik al zei, al die procedures die binnen bewandelen. Maar ja, soms binnen de uitzondering op regels. En politiek moet ik een hart halen. En af en toe met je hart spreken leert en net de procedures. Ik ben super blij dat ze zijn gekomen natuurlijk. Ik hoop dat dit ook werkt.